Ja, Alex, hier moet een hele blije trainer staan. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Het begon moeizaam, de wedstrijd vandaag. Wat had dat mee te maken? Ja, ik kan dingen bedenken als spanning. Een velbezetting van Eagles waar we niet lekker grip op kregen. Nou, ik denk dat dat, daar moet ik naar raden, maar dat wel de twee belangrijkste oorzaken waren, ja. Dan ga je wel 0-0 de rust in. Is de helft weinig kansen gecreëerd? Wat zeg je dan in de rust tegen de spelers? Nou, wat we vooral gedaan hebben is een wissel toegepast. En daarmee veranderde onze veldbezetting. En dat gaf ons alle rust. Dus waar we in de eerste helft te weinig controle hadden, naar mijn zin, hadden we dat in de tweede helft veel meer. En Michael Verrips, die maakt zijn debuut. En hij heeft prima gedaan, maar die heeft amper een bal gehad. Je zegt dat die wissel die we in de rust toepassen, Goodwin komt erin voor Cabral, die pakte wel heel erg lekker uit. Ja, want we stonden net even wat anders op het veld en die rol die is Craig op zijn lijf geschreven. En dat komt pas aan de oppervlakte op het moment dat hij hem zo invult. Nou, dat heeft hij al een keer eerder gedaan, bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Feyenoord. En dat deed hij nu ook. En, ja, het is ook lekker dat iemand als Pušić in een wedstrijd waarin hij zeg maar moest groeien. De eerste helft vond ik het mager, maar in de tweede helft werd dat allengs beter. Ja, en als je dan zo'n prestatie levert, maar vooral twee keer scoort, ja, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Heb je dan ook nog ergens contact met iemand die de stand bij Vitesse Roda doorgeeft? Ja, nou, die zat ook gewoon op de bank. Ja, heeft dat dan nog invloed op bepaalde dingen die je onderneemt? Nou, eigenlijk niet, want je moet er eerst voor zorgen dat je eigen wedstrijd wint. En daar ging alle onze energie naartoe. Zeker op het moment dat je de 2-1 erin ziet gaan. Dan is het wel lekker als je aan de andere kant hoort dat de uitslagen ook, of die uitslag ook goed is voor jou. En dat kun je met zo weinig minuten te gaan, kun je dat nog wel even gebruiken. Nou, dat hebben we eigenlijk gedaan na de 3-1. Maar na de 3-1 was het ook snel afgelopen. Dus daar hebben ze ook niet zo heel veel aan gehad, denk ik. Op een gegeven moment, hè, dan is het afgelopen. De spelers vieren een feestje. Je houdt je een beetje afzijdig. En vooral, ja, voor je het weet, zit je op de schouders. Ja, dat leverde me bijna een dwarslesie op. Maar nee, dat is schitterend. De waardering die we voor elkaar hebben. Staf onderling, spelers onderling en die twee bij elkaar. We trekken allemaal hetzelfde tuitje en het is mooi als je daar op die manier uiting aan kunt geven. Dus dat, dat is mooi. Wat de supporters ook zongen, hè? Nou, volgens mij mijn voor- en mijn achternaam. Volgens mij was het ook nog Alex is een tovenaar. Een tovenaar? Die heb ik nog niet gehoord. Nou, met twee linkerhanden is dat best onhandig, hoor. We gaan nu zo meteen terug. Ja, het zal een hele gezellige terugreis worden. Wat gaat er verder nog gebeuren vandaag? Nou, ik neem aan dat we in het stadion nog even één biertje nemen op de goede afloop. Eentje? In ieder geval eentje, ja. Veel plezier. Dank je.